Steven Rijmen, voorzitter van A20. Die is er vandaag in een gesprek met TBN Prime Alert ingegaan op een aantal actuele zaken welke thans spelen in die samenleving. Zo hebben we dan met Rijmen gesproken over de benoeming van Brunswijk tot koning van de Afro-Surinamers, waar dan Brunswijk vandaag ook aan journalisten voor aanvang van de RVM heeft aangegeven wat deze benoeming voor hem betekent, verwijzend ook zelf naar David, ja, en Salomon, dus verwijzend naar de Bijbel. En we spraken met Rijmen daarover, verder over de koopkrachtversterking, waarin nog het laatste woord gezegd moet worden door de president. En we spraken ook met Rijmen over een aantal andere actuele zaken. Je wil niemand napraten, maar ja, het is een private matter. Dat betekent dat als de vicepresident vindt dat hij koning moet worden, laat hij dat doen. Als er organisaties vinden dat hij die bekroning verdient, dan let it be. Zolang het geen invloed heeft op zijn functioneren als vicepresident binnen de wettelijke regels die er zijn voor Suriname. Voor de rest, ik heb niet begrepen dat hij de eerste Suriname, ik dacht dat er een andere persoon ook tot koning was gekroond toen de tijd. Dus die stinks happen. Dus ik ga niet zoveel woorden eraan vuilen maken. Ik bedoel, mensen mogen zichzelf zien zoals ze dat willen. In ieder geval is geen koning van Steven Rijmen. Maar dat men praat over imago-schade van het land. Ja, bent u ook van oordeel? Kijk, mensen doen hun dingen. En ik weet niet als mensen zich wel goed bedenken waarom ze zaken doen. Maar in ieder geval denk ik dat er genoeg mensen zijn uitgekomen om aan te geven dat dit echt een persoonlijke matter is. Suriname is een land die een republiek is. We hebben onze grondwet, we hebben onze constitutie. En daaraan moet zich ieder zich aan houden. Ieder individu die dingen wil doen, private. Zolang het de belangen van de Surinaamse burger niet schaadt, is het geen probleem voor mij als mensen morgen zelf, nu heb je koning, misschien heb je straks ook een sheikh morgen. It doesn't matter. As long as men weet dat binnen de beperken van onze grondwet en onze constitutie zich moeten gedragen, heb ik geen moeite ermee. Ik kijk er niet eens naar. Het is iets. We kennen de vicepresident een beetje al, dat hij van dit soort dingen houdt. Is misschien de manier hoe hij zich wil profileren, mag. Maar belangrijk voor ons is dat wij van A20 ons bezighouden met de problemen binnen het land. En vicepresident of koning, we zien wel dat deze regering niet in staat is die problemen op te lossen. Dus ik denk dat we ons meer daarop moeten richten naar hoe kunnen we oplossingen vinden om die problemen op te lossen. In plaats dat we ons te veel bezighouden met een kroning van een vicepresident als koning. Ja, de pers die heeft er vandaag ook gesproken met de heer Brunswijk. En in zijn uitleg verwees hij ook naar de Bijbel en ook naar David en Salomon. Ja. U praat tot een man die de Bijbel zeker beter kent dan de vicepresident. Dus die dingen worden helemaal uit context gehad. Helemaal. Wanneer wij praten over David, dan praten we over de koning van een heel land. Bij wet geregeld door God zelf. In Suriname heeft God het anders bedoeld. Hier word je, als je wil zeggen wie de koning is, als hij David wil aanhalen, dan zou je moeten zeggen, de president is de koning. En dat is Chandrika Santokhi. En dat heeft de Heer toegelaten door de verkiezingen. En hij is de andere koning. Maar als hij buiten dat toch koning wil worden, dat is een private matter. Maar dat je de Bijbel erbij haalt, dat is de reinste onzin die iemand kan vertellen. En dat kan ik vrij zeggen als predikant. Tuurlijk niet, want in zijn geval zie ik geen enkele Bijbelse grond dat hij voor Suriname koning is. Absoluut niet. In Suriname dealen we met een republiek, we dealen met een democratie, is iets heel anders. Dus misschien zijn enthousiasme zegt hij dat, maar
Bijbels kan je dat niet staven zoals hij dat uitlegt. Van de koning gaan wij naar de ontwikkelingen de afgelopen dagen, weken, richting het parlement, waar we nu wat meer beweging in zien, in Rijmen, voor wat betreft de initiatiefvoorstellen die er nu ingediend worden. Hoe stemt dat u als politieke partij, dat er nu toch wat meer beweging in die richting komt? Absoluut zijn we blij dat dat gaande is. Weliswaar zijn we niet zo blij met die initiatiefvoorstellen die men gedaan heeft van Team Asset en ook van de NDP. Ik denk dat het vonnis van de Constitutie van Hof van Justitie duidelijk is. Is dat, dat wij gewoon moeten gaan richting iets dat gedragen wordt. Correctie, u bedoelt dat constitutioneel hof. Dat we moeten gaan richting een kieswet dat gedragen wordt. En u hoort de VAP ook nu zeggen, is one man, one vote en one value. En je schrikt wel even wanneer je merkt dat toch bepaalde politieke partijen het oude willen houden. Of het oude willen verbeteren. Ik bedoel, er is juist daartegen... geweest naar het constitutioneel hof, een verweer gestuurd daar. En je merkt dat mensen nu toch proberen iets dat oud was, iets dat in feite onrechtvaardig is, juist te verbeteren. Iets wat onrechtvaardig is, moet je gewoon wegschrappen. En je moet komen met een nieuw kiesstelsel en ervoor zorgen dat wat de bevolking zegt, wat gedragen wordt door de bevolking, en is gewoon dat we één kiesdistrict hebben. En dat iedereen dan... waar je ook dan bent, ook in Suriname, gelijke kansen heeft om te stemmen. Als men wil stemmen voor meneer Brunswijk, meneer Rijmen, meneer Boutersen, meneer Santoki. Wie dan ook, dat je dat kan doen. En dat je ook daardoor ook kan voorkomen dat de dingen die we gezien hebben in de afgelopen verkiezingen. Dat mensen gaan naar Coroni en gelden geven. En dat soort dingen minder kunnen zijn. Omdat mensen hebben geen keuze. Dus ze zeggen, als ik toch daar moet stemmen voor iemand waarvan ik niet hou, dan betaal me daarvoor. Begrijp je? En dat willen we niet hebben. We willen juist hebben dat een rechtvaardig stelsel moet zijn. En voor dit moment vindt A20 met vele andere partijen dat het rechtvaardig stelsel zou zijn. Eén kiesdistrict, one person, one vote, one value, waardoor... iedereen voor waar je ook daar bent, kan stemmen op de kandidaat die je ziet als te zijn de kandidaat die jouw belangen zou kunnen dragen. Maar dat moet allemaal gedragen worden, heer Rijmen, door meerderheid in het parlement. Maar als alle fracties van de politieke partijen hun eigen initiatiefvoorstellen indienen. Ziet u dat meerderheid dan straks stemmen voor één? Kijk, u en ik weten dat wat er allemaal nu gebeurt is zijn politieke spelletjes. En dat wel duidelijk is dat sommige partijen duidelijk hebben aangegeven, wij gaan voor één zetel voor elk district en verbreiding van de zetels in Paramaribo, noem maar op. VAP heeft aangegeven, ik wil die richting opgaan. Dus we weten al ongeveer waar we kunnen gaan. Dus het is duidelijk. Hopende dat misschien een paar DNA-leden zeggen, weet je wat, laten we toch gaan voor het beste voor het land. En het beste voor het land op dit ogenblik is sowieso een eenkiesdistrict. Maar je weet, in Suriname gaat men zeggen, we moeten... de partijdiscipline tonen en soms vraag je af als gekozen DNA-leden werkelijk gekozen DNA-leden zijn en vertegenwoordigers van het volk of als ze vertegenwoordigers zijn van de belangen van politieke partijen. Want wat er nu gebeurt is duidelijk toch, kijk, bepaalde partijen weten sowieso als wij dit blijven behouden hebben we sowieso de zetels al van de districten. Met name de oude politieke partijen. Maar als men echt van het land houdt en echt wil gaan voor het volk. En echt wil zeggen, laten alle partijen gelijke kansen hebben. En laten een rechtvaardig kiesstelsel zijn. Dan zou men een one vote moeten doen. En one person, one value. Of niets anders dan dat. Maar men wil
politiek toch het voordeel behouden en scoren. Maar we weten één ding dat zeker is. De afgelopen 50, 60 jaar heeft dit volk genoeg gezien van oude partijpolitieke stelsels en politieke programma's, waarbij het belang meer is voor eigen gelederen in plaats van het algemeen belang. Dus ik denk dat het Surinaamse volk welk kiesstelsel ze ook zullen proberen te doen, behalve het kiesstelsel waar A20 achteraan staat, dat het volk ze wel zal afstraffen. Ik geloof het met mijn heel hart. Men moet niet denken dat het Surinaams volk dom is en niet de awareness nu heeft dat oude politiek niet werkt. We moeten naar een ander soort politiek en wij noemen dat dienstbare politiek. Een politiek dat gericht is op het algemeen belang als eerste stellen boven het partijpolitiek belang. En ook in alle andere zaken moet Suriname op de eerste plaats zijn. 50 jaar, 60 jaar gehad van deze oude politieke partijen. Kijk waar Suriname is. 600.000 inwoners. We zouden heel verder kunnen zijn. Maar ja, als men vriendjespolitiek doet, nepotisme, dan heb je dit. Dus ik denk dat het volk moe daarvan is. En dat het volk uitkijkt naar ander soort leiders, die ander soort leiderschap willen etaleren. Want alles staat en valt met leiderschap. Je kan zeggen wat je wilt, je kan doen wat je wilt. Als die leider corrupt is, is die hele bevolking corrupt. Als die leider integer is, dan dropt het door naar de bevolking, zelf naar onze jeugdigen. Want we hebben niet eens gesproken over de toestanden die we zien onder de jeugd. Het heeft allemaal te maken met wat we daarboven hebben, dat doordruppelt naar beneden. Heer Rijman, wat de gemoederen de afgelopen dagen ook heeft beziggehouden, dat is dan de voorgestelde 50% koopkrachtversterking aan de regering en regeringsleden. En we begrijpen van de minister van Bibes dat het laatste woord daarin nog gezegd zal worden door de president. Het is nog niet officieel of het aangehouden wordt, maar daarin zal de president vandaag tijdens de regeringsraad dan een officieel standpunt innemen. Hetgeen dat ze dat alleen hadden gepresenteerd aan die samenleving, heer Rijmen, ja, wat toont dat? Dat toont duidelijk aan dat deze mensen die daar zitten geen hart hebben voor het volk. Ze moeten zich diep schamen. We hebben ook een artikel daarover geschreven. De president heeft bij zijn aantreden samen met de vicepresident gezegd dat wij allemaal samen offers zullen brengen. Is dit offers brengen? Ze moeten zich schamen. Ze moeten zich schamen dat ze gedurfd hebben. Het is niet doorgegaan omdat vanuit verschillende lagen men daarover heel boos is. Maar ze moeten zich schamen dat ze zoiets ter tafel stellen. Ik bedoel, als er een 2500 komt voor de ambtenaren. De president is ook de ambtenaar, hij krijgt het ook, iedereen krijgt. Dus als iedereen bepaalde offers draagt, moeten zij dat ook dragen. Men moet niet komen kijken. Ik dacht, minister Skuldipsin komt uitleggen hoeveel jaren. Ach, dat is een schaamteloze het gedrag die ze... Kijk, is een leuke vrouw, heel, heel leuk in de omgang. Maar soms moet men wel nadenken wat men zegt, omdat je dit soort dingen niet kan zeggen. Ik bedoel, als je, hoeveel verdient een minister? Boven de 35.000? Een ambtenaar verdient niet eens 5.000 gulden. Dus iemand in de private sector misschien 8 tot 10.000. Kom bijna niet uit. Huur alleen is $300. En dan jij krijgt 35, jij kan je huur vrij betalen. Je kan een auto kopen, noem maar op. En dan wil je toch nog verhoging. Ik ben blij dat de bevolking en mensen duidelijk hun misnoegen daarover hebben geuit. En ik zal heel blij zijn met de president als hij zegt, we maken een fout, maar we gaan het aanhouden.